Alida van Leeuwen is lachpsycholoog en al jaren bezig met het promoten van lachen. Ze geeft lachworkshops, individuele coaching en ze geeft zelfs lachmagazines uit. Lachen is enorm gezond. Voor zowel het lichaam als de geest is het heel belangrijk om goed in balans te zijn. En lachoefeningen kunnen daarbij helpen, omdat je zo en zo al heel veel dieper ademt. Ha, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Dat is goed voor je hart en je hele gezondheid. Dat je geen chagrijn wordt. Ik vind het zalig. Ik doe het ook heel vaak. Als ik televisieprogramma's zie, ik lach lekker hard op. Ik vind het heerlijk. Het is ontspannend. Dat je vrolijk bent, hè? Ik bedoel, ik kan nog genoeg chagrijn, hoor. Dus. Dat lachen is eigenlijk heel diep uitademen en dan moet je weer diep inademen om dan door te blijven lachen. Volgens het Nationaal Ouderenfonds voelen ruim 1 miljoen 55-plussers zich eenzaam. Dat is 1 op de 4 ouderen. Lachen kan hiertegen een goed medicijn zijn. Ik denk zeker dat het ook helpt tegen eenzaamheid. Omdat als je lacht, je je minder alleen voelt. Want je kan lachen met jezelf, dus dan ben je eigenlijk al met z'n tweetjes. Je kan de lachoefeningen ook gebruiken om natuurlijk meer naar buiten te treden. Dus als je naar buiten loopt en je ziet iemand en je geeft een lachje, of je zegt gewoon even gedag met een lach, krijg je automatisch vaak al een lach terug. Dus lachen is heel belangrijk om meer lach terug te krijgen. Ja, helpt het nou ook tegen eenzaamheid? Ik denk het wel. Ik denk dat het toch een beetje je opfleurt. Want niet gelachen, niet geleefd. 1, 2, hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera!